Dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. Ik ben dus fiction, oftewel fictie, oftewel gewoon jaren verrijken voor de vrienden. Werken. En ja, het leven gaat door natuurlijk. En gewoon de alledaagse dingen. Ik ben ook bezig met proeven te doen om nog verder te kunnen gaan studeren. Want werkleven, nope. Over het algemeen, eigenlijk iedereen is er wel positief over. Die er iets over zegt. Maar in België zijn er sowieso niet veel mensen die zich in battle rap verdiepen. Of daar echt naar kijken. Er zullen wel mensen zijn waar ik misschien zelfs niet eens over weet, maar mensen in mijn omgeving kijken dat enkel gewoon dat ze weten van ah oké, ja, er doet een Belg mee, maar die verdiepen zich er niet in. Ik zal het zo zeggen. Ja, mijn eerste battle dat ik switchte van Engels naar Nederlands was echt een hele verrassing voor mij, want ik dacht van ja, in het Nederlands, ik kan die shit niet, ik ben een Belg, mensen gaan me totaal niet verstaan. En blijkbaar is het, ja, wel goed uitgepakt uiteindelijk. En, het was een hele verrassing voor mij. Het publiek was in shock en ik was denk ik evenveel in shock met de reactie die ik erop kreeg. Want ik had gewoon hetzelfde gedaan als wat ik in het Engels deed. Gewoon goed nagedacht en shit opgeschreven. En ik vond dat mijn niveau in het Engels even hoog was als mijn battle tegen Michael After. Natuurlijk mijn battle tegen Taser, dat niveau. Nou, dat is wel hoger dan mijn Engels, maar ik vond dus in het begin dat mijn Engels even goed was als mijn performance tegen Michael After. Dus het beviel me zeer goed. Tegen Michael After kwam ik niet echt persoonlijk, maar ook niet echt om te zeggen van dat ik alleen maar random shit deed. Dan tegen Nick Veen, ja. Ik had geen idee wie Nick Veen was. Ik had één battle gezien van hem in het Nederlands en voor de rest, wie de fuck was Nick Veen? Ik wist niet wie dat was, dus ik had gewoon echt de meest diepe fucking shit geschreven die dat uiteindelijk dan toch niet goed aansloeg. Misschien door de microfoons, misschien omdat het iets te ver gezocht was of I don't know. Want op internet heb ik er wel meer goede commentaar op gekregen, dus ja. Ik heb dan toch besloten tegen Taser om persoonlijk te schrijven. Persoonlijk. En ik denk dat dat ook was omdat vanaf ik Taser als tegenstander kreeg, ik heb zelf gekozen en met hem overlegd om elkaar als tegenstander te nemen. Dus dat was echt wel iemand waar ik tegen wou battelen. En waar ik direct 10 dingen over kon bedenken. Dus Ik denk dat je daar vooral aan ligt. Van wat weet je over iemand? Wat valt er te vinden over iemand? En hoe hard heb je zin om iemand te battelen? Dat echt wel een grote invloed heeft op hoe de uiteindelijke battle eruit zal zien. De leukste om terug te kijken vind ik die tegen Michael After. Omdat gewoon het publiek wordt helemaal gek in die battle. Dus dat is leuk om terug te kijken. Maar de tofste battle waar ik zelf het beste in ben gekomen is, surprise, niet tegen Taser. Want dat is gewoon, kijk, tegen Michael After, het publiek, wow, super wild toen. Ineens tegen Nick Veen, mensen zo wat crickets en shit. En ik dacht van, wow, wat gebeurt er nu? Nee, dat kan niet gebeuren. Dus tegen Taser ben ik echt gewoon OD beginnen schrijven. En heb ik, ja, gewoon zoveel shit bedacht. Ik kon niet falen die battle, zeg maar. Dat was echt nu gewoon van, oké. Ga ik bewijzen dat ik echt goed ben, of dat het gewoon de surprise shit, of hoe noem je dat? Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Het verrassingseffect, ja, gewoon het verrassingseffect. Dat de enige reden is dat ik zo goed was tegen Michael After. Dus daarom was ik echt wel gewoon bam 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 bam. En dat is heel goed uitgepakt. Dus dat is het. Ik vind hem een goede MC. Maar ik vind het niet leuk dat ik terug tegen hem moet. Ik vind dat een beetje, ja, ik weet niet. Niet leuk. Maar ik vind hem als MC zeker sterk. Rijmschematisch en technisch is hij een van de beste. Zijn bars zijn leuk. Hij is makkelijk te verstaan voor het publiek ook. Hij heeft zo een niveau van bars dat wel hoog ligt. Maar het is nog steeds
begrijpelijk. Dus dat kan ik zeker waarderen. Een schrijfstijl waardeer ik ook zeker. Maar hij is wel een fucking sukkel, want ja, ik ga in battle, dus ik moet niet de vriendelijkste doen over hem. Niet tegen mij. Denk ik. Of die tegen El Karbaïs. Die vond ik ook echt leuk om te kijken. Ja. Gewoon de manier hoe hij daarin ging was van... Ja, ik zeg jullie nu al dat me van tevoren spijt. Want jij bent een zonde voor mijn lines of zoiets. Dat was echt gewoon van ja, inderdaad, ja. Dat begrijp ik. Dus ja, heeft hij makkelijk kunnen winnen, maar dat tegen mij niet. Ik ga totaal iets anders doen. Ik ga niet met dezelfde invalshoeken komen, denk ik. Nee, ik ga niet dezelfde invalshoeken gebruiken. Gewoon echt totaal iets anders doen. Want ik had echt nog 2 rondes aan materiaal over na onze vorige battle. Maar daar ga ik misschien 1 of 2 lines van gebruiken. Maar voor de rest... allemaal nieuwe shit. En omdat je je negatief hebt uitgelaten op Twitter hierover... Ja, voor al mijn 80 volgers die dit hebben kunnen zien... ik zeg gewoon mijn mening op Twitter als ik mij... er niet goed bij voel met wat er uiteindelijk gebeurd is, dan zeg ik dat ook en ik ga dat niet verbergen. Dus van publiek vond jou de winnaar. Ik was duidelijk de winnaar. Was dit terecht dat je uiteindelijk verloor door jurystemmen? Kijk, ik ben niet verloren. Dus ik weet niet of dit fraude was. Maar ik hoor toch wel van veel mensen dat dit heel erg dodgy is. En een beetje van, is het racisme? Dat weten we niet. Gaan we ook nooit weten, want de juryuitslag is uiteindelijk maar een uitkomst van 4 personen hun mening. En als ik nu met 0,05 punten verloren ben, nee, ik ben niet verloren, ik ben gewonnen. 2-1 of 3-0. Het is maar hoe je het zelf bekijkt. Meer ga ik er niet over zeggen. Anders gaan er mensen kwaad worden. Kijk, deze is de eerste battle die ik ga noemen is een no-brainer. Het is gewoon Noozy tegen eerste keus. Ik denk wel dat iedereen daar naar uitkijkt. Want dat is van, oké, Noozy, nieuwe opkomende persoon. Met 70% goede bars, 30% nog, ça va, oké, hè. Maar die 70% van zijn echt goede bars, dan maakt die 30% zelfs niet meer uit. En dan heb je natuurlijk eerste keus, echt een gevestigde toptier. Ik denk dat hij zelfs geen moeite moet doen om bars te schrijven. Ik denk dat hij gewoon echt, dat zo'n droog persoon is, dat hij gewoon van, ah ja, dit gaan ze grappig vinden, en oké, bam, top 3. Dus daar kijk ik naar uit. Ik kijk er naar uit om Stef terug te zien. Het is echt al een super lange tijd geleden dat hij er nog is geweest. Ik snap ook waarom hij er niet is geweest. Want ja, waarom zou hij, als hij op nummer 1 staat, nog normale battles aannemen als hij gewoon kan wachten tot de laatste 16 en er geld mee kan verdienen? Ik weet niet. Ik zou wel nog battles doen als ik in die positie stond. Maar dat is ja, gewoon omdat ik ben en niet Stef. Waldo wil ik ook zien, altijd grappig. En die gaan nu tegen Chopper. Dat wordt interessant. En ik kijk ook heel hard uit naar Mitch tegen Vito. Want er zijn veel van die old gen liefhebbers dat denken van... oh ja, Mitch maakt geen kans tegen Vito. Bruh. Really? Als je echt goed gaat luisteren, zijn hun bars op hetzelfde niveau en... vind ik die van Mitch zelfs leuker. Niks wegnemen van Vito, want hij doet ook echt al gewoon lang mee. Hij komt ook altijd met leuke, vernieuwende shit. Maar Mitch is super hongerig. Als we gaan kijken naar de hongerigste persoon in de league op dit moment. Mitch. Dus ik denk dat Mitch gaat winnen 2-1 of 3-0 kan. Want tegenwoordig 3-0 bestaat bijna niet meer. Omdat we vriendelijk moeten zijn. We moeten 1 ronde geven. Maar daar kijk ik naar uit. Nog iets? En voor de rest, dat zijn de battles waar ik het meest naar uitkijk. En de rest wil ik ook echt graag zien. Maar Popjar, Nick Veen en zo ook. Super tof. Krop tegen Jeeves. Super tof. Fiction tegen Taser. Rematch, jee. Volgens mij... ja, Stef, dat is een no-brainer. Waldo, no-brainer. Eerste keus. En eigenlijk...
ik denk dat mensen... een 50% kans dat mensen misschien echt gaan verschieten van een paar underdogs die plotseling met de gekste shit komen. Ik hoop daar eigenlijk op. Ik hoop dat van die matches waar je denkt van, ah, die gaat zeker winnen, dat die verliest en uiteindelijk dan de underdog ineens tevoorschijn komt met echt de 60 shit en zegt van jullie, fuck jullie allemaal, nee, ik win. Snap je? Dat wil ik gewoon zien. Iedereen zeker aanwezig zijn. 25 juni wordt een top event. Lekker een beetje drinken, een beetje kijken naar de battles, een beetje chillen. Kijk hoe mensen elkaar uitschelden. Er is ook een freestyle toernooi, is ook altijd leuk. Weet je nooit wat er van tevoren gaat gebeuren, want het is freestyle. Zeker jullie kaartje kopen, op tijd. Ik denk dat er veel volk gaat zijn. En we zijn nu verhuisd van het vorige gebouw naar Pansé in Rotterdam. En nu gaan we dus terug in een ring staan, wat ik nog nooit gedaan heb, dus het wordt een nieuwe ervaring voor mij. Super tof. En ik zie jullie 25 juni. Attracteer mij op bier, als je mij ziet. Peace.